De website groenideeënrondleiden.nl is een website die de groene omgeving van Leiden in beeld brengt. Op de kaart zie ik groene en recreatieve structuren, lijnen, vlakken en icoontjes. Via het zoekfilter kan ik verschillende onderdelen al dan niet zichtbaar maken. De belangrijkste thema's zijn biodiversiteit, groene ideeën, routes en regioproducten. Onder biodiversiteit vind ik de ecologische hoofdstructuur, het groen netwerk en de hotspots. Dit zijn lagen op de kaart die aanstaan. Dat zie je aan het groene vierkantje op het zoekfilter. Je kan die lagen ook weer uitzetten. Ik klik op Toon kaart en kaart om de regio wat duidelijker in beeld te brengen. Ik klik op het label groene ideeën. Ik zie dan idee, dat zijn nieuwe ideeën. Ik zie lopend project en gerealiseerd, bijvoorbeeld de eendenkooi in Warmond. Om dat idee te zien, kan je de kaart bewegen door de linker muisknop in te drukken en de muis te bewegen. Ook deze lagen staan standaard aan. Op het label routes zien we verschillende routes om te wandelen, varen of fietsen. Deze lagen staan standaard uit. Als ik fietsroutes aanklik, dan lichten de routes op zodra ik er met de cursor overheen ga. Om het overzichtelijk te houden, zet ik de ideeën even uit. Op het icoontje bij de route vind ik verdere informatie en kan ik via een link naar de andere recreatieve website lekkerwegrondleiden.nl overstappen voor uitgebreidere informatie. Maar je kan zo weer terug naar Groenideeën Rondleiden. Onder het label routes staan ook fietsknooppunten. Hiermee kan ik het recreatieve fietsknooppuntennetwerk zichtbaar maken. Bij verder inzoomen op de kaart worden ook de nummers van de fietsknooppunten zichtbaar. Ik kan nu met nummers mijn eigen route samenstellen die ik kan volgen aan de hand van bordjes langs het fietspad met die nummers. Als laatste laag op het zoekfilter zie ik regioproducten. Hiermee maak ik locaties zichtbaar, zoals boerderijen en dergelijke, waar lokale producten als boter, kaas en groenten gekocht kunnen worden. Zo werk ik met het zoekfilter op de site groenideeënrondleiden.nl.